hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag en ik ben nog niet zo lang wakker. Ik was heel vroeg wakker geworden zoals ik me eigenlijk gisteren had voorgenomen. Alleen toen was ik weer in slaap gevallen omdat Dino op mijn buik kwam liggen. En dat is echt zo gevaarlijk om in de ochtend gewoon nog een keer in slaap te vallen. Want je weet gewoon dat je lang gaat slapen. Maar ik was op zich niet zo heel erg laat wakker. Om 11 uur. Maar ja goed, ik wou veel eerder opstaan. Morgen weer een kans. Ik ben me even aan het klaarmaken. Ik heb net even mijn make-up gedaan. Ik moet mijn haren nog doen en even een outfitje gaan zoeken. Want ik ga zo even naar de stad. Ik mocht eigenlijk van eerst niet naar de stad. Tenminste, hij zei van, ik heb liever dat je gewoon voor drieën al thuis bent. Hij maakt zich altijd heel erg druk als hij in het buitenland is en ik naar buiten ga. Maar goed, het moet wel. Want hij is aanstaande vrijdag dus jarig. En ik heb nog geen cadeau. En aangezien ik geen auto heb, moet ik vandaag gewoon weg. Omdat hij er niet is. En ik ga gewoon met openbaar vervoer echt nog zo lange tijd. Echt een beetje denken aan hbo-tijden dat ik elke dag met de trein moet. Maar ja, het moet maar. Dus ik ga me even snel klaarmaken en dan ga ik richting stad een cadeautje zoeken van Nessie. Ik heb er echt zin in. Mijn katjes zijn trouwens al de hele ochtend gewoon buiten. Niet normaal. Zo, ik ga nu even mijn haren doen. Ik moet het weer even een beetje nat gaan maken. Dus een beetje kroes hier en daar. Dan hoop ik dat ik met die nieuwe producten er iets van kan maken. Want de laatste tijd baal ik echt heel veel van mijn haar. Dit ziet er al toch niet uit, jongens. Zo, ik heb even mijn haren gedaan. Ik ben echt zo blij dat ik laatst mijn haar heb geknipt. Het heeft me echt zoveel geschild, niet normaal. Ik ga even met mijn katjes even buiten zitten. Hi, Dinari. Zo schattig. Oh, heb je jezelf weer vies gemaakt? Waarom doe je dat nou? Is het helemaal onder het zand? Ik heb Dina net buiten een beetje afgeklopt. Zat helemaal onder het zand en zo. En nu moet ze naar binnen. Nu is het klaar, hè? Nu is het klaar. Wat doe jij hier? Wat doe jij hier? Oh, ik heb me even omgekleed. Ik ben helemaal in het wit vandaag. Ik wil eigenlijk gewoon mijn Adidas trainingsbroek aandoen. Maar toen dacht ik meer, mag je ook een keer een beetje fatsoeneren. En niet heel het eruit zien alsof je gaat sporten of gaat chillen. Laat jullie even mijn outfit zien. Oh, topje wil even omhoog doen. Broek Bershka. Top van boohoo.com. Ik heb een verkeerde BH hieronder. Want je moet hier eigenlijk zo'n nude BH eronder doen. Omdat ik wit heb, schijnt hier door. Maar goed, ik heb er dus een vestje overheen. En deze is van de Primark. En deze heb ik gescoord voor 7 euro. En ik vond dit gewoon echt een heel leuk outfit. Ik moet alleen nog even kijken wat voor schoenen ik hier dan aan moet doen. Ik vind het een beetje lastig. Dit soort outfits vind ik echt zo leuk. En het zit ook echt gewoon super fijn. Als je naar de stad of zo gaat, vind ik het altijd wel chill als je een fijne outfit hebt. Alleen ben ik een beetje bang dat deze vest een beetje te warm is. Maar goed, het koelt ook heel erg snel af buiten. Dus ik denk prima. Open schoenen vind ik nogal heftig voor nu. Dus ik heb maar voor sneakers gekozen. Ik ging net kijken in mijn jas zakken. En toen kwam ik gewoon mijn oude OV-chipkaart tegen van vroeger nog. Ik hoop dat hij nog geldig is. Hoe lang is hij geldig? Geldig tot... Nee! Hij is net verlopen! 20/3/2019! Ja, en nu dan? Fucking hell. Al deze opties. Ik heb ze allemaal moeten treuzelen. Maar dit is dus een anonieme OV-chipkaart die ik kan gebruiken voor nog 10 jaar lang. Hups. Zo denken aan oude tijden. Oh, de zon is echt zo scherp, niet normaal. Ik doe me echt denken aan mijn studententijden. Elke dag met de trein gewoon naar school moest. Jongens, ik heb het overleefd. Ik ben aangekomen. Ik ben nu op beurs. Ik vind eigenlijk met de tram, of ja, met de metro gaan niet zo heel erg. Vooral als het rustig is. Maar als het echt zo druk wordt en iedereen is door elkaar heen te bleren. En zo denk ik van, ik mis mijn auto. Ik ben nu bij de HEMA. Ik ga hier even snel eten voordat Honey komt, want Honey komt ook even naar de stad gezellig. En niet meer alleen, want deze meid is aangeschoven. Wij gaan nu denk ik gewoon even richting Bijenkorf. We zijn bij de Gucci Store in Rotterdam, Bijenkorf. En ik heb eindelijk mijn cadeautje gevonden. Ik ga even hier wat drinken. En ze moesten even van achter het cadeautje ophalen. Leuk hè, hon? Leuk. Wel snel bepaald wat ik wil.
Ik was even aan het twijfelen tussen twee dingen. Maar ik heb toch... Jij kent je man het beste. Ja. Ik vind het altijd zo moeilijk om een cadeautje voor iemand te halen. En eigenlijk ook vooral voor Nessie. Want Nessie vindt elke maand iets anders leuk. Dat is echt zo. Jongens, ik ben geslaagd. Ik zeg straks even wel wat ik heb gehaald. Maar ik dwing Honey om dit te halen. Dit is dus een dadelkokosreep. Als ik dit mocht eten, zou ik echt die dadelballen halen. Die zien er zo lekker uit. Maar omdat ik het niet mag, dwing ik Honey die gewoon te eten. Gedwongen. Zei jou toch dat die dadelrepen lekker waren? Ja, die zijn fucking lekker. Ik moet naar jou, ik wil pakken naar jou dan. Wij zijn nu bij het metrostation. Ik weet niet of ze mij nu kunnen horen. Maar we gaan weer allebei de metro in. Hon komt sowieso altijd met de metro. Ik ook haar. Zo, ik ben net thuis. Ik heb even de katjes weer naar buiten gebracht. Ik zie één iemand weer naar binnen komen. Oh, toch niet? Nee, maar ik heb eens een cadeautje gekocht voor Nessie. Maar ik was echt binnen een kwartiertje gewoon geslagen. Dus ik ben er echt heel erg blij mee. Want ik was niet echt van plan om heel lang in de stad te blijven. En dan laat met de metro terug te komen. En dan was Nessie echt boos om me geweest. Maar ik heb eens een cadeautje gehad bij Gucci. Voor de mensen die willen weten wat hierin zit. Ik heb echt een heel gave bril voor hem gekocht. Zonnebril. Hij was zijn zonnebril kwijt. En toen moest hij laatst eens op skivakantie. En had hij gewoon de bril van zijn zus gepakt. Die moet binnenkort weer terug. Dus ik heb even een nieuwe bril voor hem gehad. Ik vond deze echt heel erg top. Het is echt zo'n statement bril, zeg maar. Vond ik echt heel erg leuk. Dat is het een beetje. Verder wou ik zeggen, want ik was net de comments aan het lezen. En toen had één iemand gekomen van... Ja, je praat te snel. Ja, ik praat al 20 jaar te snel. Maar ik merk gewoon als één iemand zeg maar iets zegt of opmerkt... De rest is opeens ook allemaal... vind, zeg maar. Uit het niks krijg ik dan opeens 5 comments vandaag alleen al van dat ik te snel praat. Terwijl ik normaal gesproken kreeg ik daar nooit comments over. Maar omdat één iemand heeft opgemerkt, gaan anderen er ook op letten. En dan krijg ik elke keer nu de comment van, ja, je praat te snel. Ja, ik weet dat ik te snel praat. Dat zegt ook iedereen om me heen. Maar ik denk niet echt dat het gaat veranderen. Tenzij ik er de hele tijd op ga letten. En om eerlijk te zijn heb ik daar niet zoveel zin in. Ik probeer wel altijd langzamer te praten voor de camera. Maar als ik zeg maar, zoals nu, gewoon een verhaal aan het vertellen ben. Dan praat ik gewoon hoe ik praat. Dus ja, sorry als je dat irritant vindt. Maar het hoort een beetje bij mij ofzo. Dus ik ga morgen is woensdag mijn cadeautje al geven. Waarschijnlijk gaan ik en Nessie ook uit eten met elkaar. En vrijdag gaat hij het vieren met de jongens. En ik ga hem even... donderdag helpen bij de voorbereidingen daarvan. Want hij gaat waarschijnlijk gewoon barbecue of gourmet of wat dan ook met de jongens hier. En dat vind ik helemaal prima. Dus morgen krijgt hij mijn cadeautje. Ik vind dit zakje trouwens echt zo mooi, die kleur. En hier zit de bril in, maar ik vind deze kleur echt zo mooi. Oh, ik hou hiervan. Het is zo'n koninklijke kleur, vind ik. Wisten jullie dat de ring van Diana... Oh nee, nu lieg ik. Die was blauw, hè? Die diamant. Ze had toch zo'n blauwe diamant? Ik ga het nu opzoeken. Ik weet niet hoe ik erbij kom dat prinses Diana een zo'n groene trouwring had. Want ze had deze trouwring. Die ik overigens ook echt super mooi vind. Maar goed, even kijken. Ik laat jullie even de zonnebril zien. Kijk. Oh, hij is wel echt heel mooi. Dit is de zonnebril die ik voor Nessie heb gekocht. Ik vind het echt een Nessie zonnebril. En waarom ik voor deze ben gegaan. Want ik wil eigenlijk een Louis Vuitton zonnebril halen. Want ik weet dat die heel erg lang geleden ook wou. Is omdat deze geen zilveren of gouden details heeft. En Nessie heeft zo zijn moods, zeg maar. De ene keer vindt hij goud helemaal tof. En nu is hij weer helemaal into zilver. En wil hij geen goud meer dragen. Dus toen dacht ik, dan is dit misschien de beste oplossing. Want dit is gewoon zwart. En ik vind het ook echt een heel mooie bril voor hem. Dus daarvoor ben ik gegaan. Toen vroeg ik van waarom staat er hier achter een P achter Gucci. Staat hier nu eigenlijk Gucci P. Maar dat is omdat het een Polaroid zonnebril is. Het is trouwens echt zo warm in deze vest. Niet normaal, maar in de schaduw heb ik het weer heel koud. Ik ga nu even naar de Albertijn. Ik ga even mijn katten weer naar binnen halen. Want ik moet even boodschappen doen. Vanavond komt Esmee namelijk bij me eten naar werk. En ik wil gevulde groenten maken. Ik wist echt niet wat ik moest maken. Maar ik wil echt heel erg gezond eten. En laatst hadden wij ook gevulde groenten samen gemaakt. En ik wil het nu even op mijn eigen manier doen. Mijn eigen kruiden en zo. Dus dat ga ik nu ja, zo maken. Ik ga even naar de Albertijn. Even alles halen wat ik nodig heb. Daarna even snel omkleden, iets makkelijks aandoen. En dan beginnen we met koken. Maar ik moet eerst nog de vaat doen.
Maar binnen. Goed zo, schat. Jij bent naar binnen, hè? Je bent braaf. En die andere, ook als ze naar binnen moet, rent ze weg. Dinari. Nee. Kom. Dinari. Je moet naar binnen gaan. Let op, let op. Je moet naar binnen. Je moet naar binnen. Naar binnen. Naar binnen moet jij. Nee. Je gaat naar binnen. Nee. Jij vindt het zo lekker buiten, hè? Oh, mijn katten zijn naar binnen. Trouwens, vanavond komt Kenji ook mee. Dus mijn katjes krijgen ook bezoek. Ik ga stukken. Deze lift ruikt trouwens naar vis. Volgens mij heeft iemand kibbeling of zo gehaald. Ik word hier echt misselijk van. Zo, ik ben net thuis. Ik heb even snel een pyjama broek hieronder aangedaan. Ik vind deze top eigenlijk ook niet zo fijn om mee te koken. Vooral omdat hij wit is. Dus ik zit helemaal onder de tomaten, saus, petters en zo. Ik ga ook even een andere top aan doen. Even mijn boodschappen uitpakken. Kijk hoeveel vaat ik nog heb. Moet ik allemaal nu even doen. Ik ga even mijn boodschappen uitpakken met jullie. Ik heb gehaald. Ik heb gehaald. Munt. Ik wil ayran maken met munt. Sla. Tomaatjes. Paprika mix. Courgette. Nog een paprika. Kaas, peterselie, Griekse yoghurt voor de ayran, dark chocolate, 85%, ik heb aubergine, nog een courgette, nog een aubergine, want die waren in de actie, en ik heb bosuitjes, want Esme is allergisch voor normale ui. De vorige keer kwam ze bij me eten. Toen had ik helemaal uitgebreid gekookt. En mijn best gedaan. Bla bla bla. Maar ik was dus vergeten dat ze allergisch was voor ui. En kon ze eigenlijk niks eten. Ik kijk even naar het tijdstip. En het is nu 5:30. En rond 6:00 zou Esme hier al heen komen. Dus ik denk dat ik even eerst ga koken. En daarna pas ga editen. Oké, shit. Ik heb even alle groenten gesneden die ik zo nodig heb. Omdat hier dus alleen gehakt in komt en ik geen rijst mag, doe ik extra veel groenten erin, zoals aubergine en courgette, wat ik eigenlijk normaal niet doe. Maar dat vult het lekker. Ik ga dus paprika's vullen. Ik zat er ook over na te denken om tomaatjes te vullen. Deed die dat vroeger ook in een dolma. In onze Irakese dolma hoort ook gevulde tomaten, maar dat heb ik eigenlijk nog nooit gemaakt. Dus ik zit erover te twijfelen. Ik ben even uitjes aan het bakken. Ik kom bij gepureerde knoflook en chilipasta. En omdat Nesmi er vandaag niet is, ga ik het echt heel pittig maken. Bij zout, peper en de sage spice kruiden. En ik heb er een beetje curry op bij gedaan. Zo, en alle groenten erbij toegevoegd. Ik ga dit eroverheen. Een blikje met gepelde tomaten. Zo, dan ziet het er zo uit. Dan doe ik er nog peterselie overheen. Nog in de koelkast en die zijn best wel zacht geworden. Dus deze ga ik wassen en dan ga ik het snijden en dan doe ik het er ook gewoon bij. Zo, de tomaatjes erbij. Ik heb het even op een lager vuur neergezet. Dan kan ik even bezig gaan met de andere groenten. Zo, ik heb ayran gemaakt met munt erin. Ik hoop dat het lekker is. En die doe ik nou in de koelkast. Oh, even bezig geweest in de keuken. Ik ben nog steeds niet klaar. Maar ik heb net even gereserveerd bij een restaurant van morgen. Morgen komt dus Nessie terug van Italië. Ik heb net gereserveerd bij een restaurant. En de vorige keer had Nessie bij een restaurant aangegeven. Toen waren we volgens mij in een Harbor Club van dat ik jarig was. Dan hadden ze met het toetje helemaal niks gedaan. Dus ik heb het nu wel even duidelijk doorgegeven bij dit restaurant. Ja, maar daar reageren ze wel leuk op. Dus ik denk dat het wel goed komt. Ik vind het echt heel erg warm van het bakken van de groenten. Zo, de gevulde groenten zijn klaar. Ik heb 3 paprika's en 3 tomaatjes gemaakt. Zo, even snel een slaatje erbij gemaakt. Oh, inmiddels is het smeren eindelijk. Gaan we even bukken, anders... Oh ja. Hallo. Bijna mijn gezicht verbrand. Echt gezellig, hè? Ik ben echt benieuwd of het ook echt lekker smaakt. Maar het ruikt heel lekker. Kijk, denk je hoe schattig Dinar ligt bij Esmee. Oh, nu was ze opeens weg. Dinar, kom kijken dan even naar jouw moeder. Kijken. Nee. Dinar. Hi. Leuk, hè? Bij tante S. Inmiddels bij Esme. Hi, Kenji. En wij zijn aan het facetimen met onze bestie.
Hi, in de, Sora. In de kapper. Oké, let op hoe wij koffie maken. Kijk. Hop. Kijk. Wauw. Een hartje. Ja, ik heb een... Wauw. Nog een keer. Ik ga nog een keer voor jou doen. Nog een koffie. Kijk. Komt-ie, ja. Komt-ie. Speciaal voor jou, Isau. Komt-ie, kijk. Wauw. Ik ben net even bij S. Heel toen wouden we eigenlijk Kenji ophalen voor mijn katjes. En toen zijn we daar gewoon even lekker gaan liggen en hebben we koffie gedronken. En nu moeten we heel erg haast naar mijn huis, want picknick komt zo langs. En mijn boodschappen worden zo bezorgd. Dus wij gaan nu gewoon picknick achterna. Volgens mij is, hebben we ze gewoon net gezien ook. Ja, ze reden net dus langs en nu moeten we heel hard erachteraan rijden. Achtervolging zo'n picknick. Dus wij zijn net zo'n minibusje aan het volgen, achtervolging. Wij zijn net op tijd thuis, want hij was al op mijn verdieping. Hij was even langs de buren eerst gegaan. Maar mijn boodschapjes zijn binnen. Ik ben hier zo blij mee, vooral omdat Nessie nog niet thuis is. Dat ik het gewoon vandaag binnen krijg. Hi Dinar. Hij is niet voor jou, hè? Oké, ja, stiekem wel. Ik heb kattenmelk. Oké, zijn er altijd standaard dingen die jullie kopen als jullie boodschappen gaan doen? Bij ons is het standaard tonijnpizza van Nessie. Kijk, ik heb weer pure chocola besteld. En tegenwoordig doe ik al mijn pure chocola gewoon hierin. Nou, dat ding is gewoon bijna vol. Net dus gespeeld met de katjes. Met zo'n folieballetje. Nee, ik ben Dina aan het filmen. Pak hem dan! Maar Lira is echt veel beter in vangen dan Dina. Dina is gewoon een beetje dommig. Waar is jouw balletje nou? Kijk hier. Kom. En Esme eet een boterham met muisjes. Lekker hoor. Lekker hoor. Kom. Kijk, Lira vindt het leuk, hè? Dan? Nee. Zo. S is net weg. We hebben een leuke dagje samen gehad. Zie je, ze eten was echt lekker. Daarna nog even op de bank gezeten bij haar en toen weer bij mij. Mijn boodschappen zijn er. Daar ben ik ook heel erg blij mee. Nessie komt morgen weer terug. Ik ben dus nu weer een beetje alleen. Vind ik wel wat minder, maar maakt niet uit. Ik ga zo even een theetje voor mezelf zetten en dan lekker tv kijken. Ik wil even nog een serie kijken. Ik heb heel lang geen Vampire Diaries gekeken. Dus dat ga ik weer even oppakken. Verder, wat wil ik nog zeggen? Morgen komt Nessie terug. Gaan we zijn verjaardag vieren. Daar heb ik heel veel zin in. Ja. Dat een beetje. Voor de mensen die het interessant vinden. Ajax heeft gewonnen van Juventus. ik ga hier bij de vlog ook gelijk afsluiten. Ik ben echt vet moe. Ik hoop dat je het een leuke vlog vindt. Ook dus wat irritant, want ik had echt dorst. En ik zie jullie morgen weer. Doei doeg!